Het veelbesproken Arnhemse kenniscluster heeft het hoogste punt van de bouw bereikt. In het kenniscluster komen verschillende instellingen als de Arnhemse Bibliotheek, het Gelders Archief en het Historisch Museum Arnhem samen. De bouw van het gebouw is in 2011 begonnen en moet in 2013 opgeleverd worden. Het kenniscluster komt te liggen tussen de Oude Oeverstraat en de Nieuwe Oeverstraat en grenst aan de Arnhemse Kelders.